En meisjes, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw filmpje van NTG Kids. Nou, ik ben heel benieuwd hoeveel jullie al weten over het thema van vandaag. En daarom ga ik tijdens het vertellen van het verhaal telkens tussendoor een vraag stellen. En daar geef ik 3 antwoordmogelijkheden bij. Voor ieder goed antwoord kun je 1 punt scoren. En hou zelf je score goed bij. Aan de papa's en mama's ook even de tip. Hou ze wel even goed in de gaten of ze het allemaal wel even eerlijk doen. En ik zeg er ook alvast bij, je kunt er niets mee winnen. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als je papa of mama in een reactie onder dit filmpje of onder de post op Facebook, dat ze laten weten hoe goed je het gedaan hebt. Jullie vragen je misschien wel af wat deze palmtak hier doet en dat ga ik jullie vertellen. Jullie weten vast wel dat er een speciale feestdag aan zit te komen. Volgende week is het natuurlijk Pasen. Maar er is ook een andere feestdag. En die is wat minder bekend, maar toch ook heel speciaal. En dat is Palmzondag. En dat noemen we ook wel Palmpasen. Palmpasen vieren we op de zondag voor Pasen. En het is de eerste dag van de, zoals we dat noemen, de Goede Week. Waarin we naar het echte paasfeest toeleven. Nou, dit heb ik jullie alvast cadeau gegeven. Nu komt de eerste vraag van de grote Palmpaasfeestquiz. En gelijk een tip voor jullie. Ik zou dit woord heel goed onthouden voor als je een keertje een potje Scrabble of Galgie doet. Want daar ga je punten mee scoren. Maar nu gaan we andere punten scoren. We beginnen met vraag 1. En de vraag is, wat vieren we met Palmpazen? Is dat A, dat de lente begint? En dat daardoor ook de palmbomen in Israël toen de tijd weer mooi groen waren? Of B, dat Jezus de stad binnenkwam en mensen hem begroeten met palmtakken? Of C, vroeger hadden ze een soort feestpersonage, zoals we nu de paashaas hebben. En die deelde met palmpasen palmtakken uit aan kinderen. Dus in het kort, A, dat de palmbomen weer mooi groen waren in de lente. B, dat Jezus de stad binnenkwam. Of C, een soort paashaas die palmtakken uitdeelde met palmpazen. Het juiste antwoord is antwoord B. Met palmpazen vieren we dat Jezus de stad binnenkwam en de mensen die stonden te juichen en begroeten hem met palmtakken. Gaan we meteen door naar vraag 2. In welke stad kwam Jezus met palmpazen? Is dat A, Jeruzalem, B, Nazareth of C, Bethlehem. Het juiste antwoord is antwoord A, Jeruzalem. Gaan we naar een klein stukje van het verhaal luisteren. Het was druk op de wegen. Drommen mensen trokken naar Jeruzalem om daar het Pascha te vieren, het Joodse paasfeest. Ook Jezus en zijn vrienden waren op weg. Er hadden zich veel mensen bij Jezus aangesloten en het was een grote groep die daar naar Jeruzalem liep. Toen ze op de Olijfberg stonden en bijna in de stad waren, bleef Jezus staan en hij zei tegen 2 van zijn vrienden, brengt ons bij vraag 3, wat zei Jezus nou? A. Ga alvast vooruit en deel aan alle mensen palmtakken uit, zodat ze ermee kunnen zwaaien zodra ik de stad binnengaan. Of B. Zie daar die zieke broeder. Wij kunnen geen feest vieren voordat hij genezen zal worden. Of antwoord C. Ga naar dat dorpje daar en je zult er een ezelsveulen vinden. Maak hem los en breng hem naar mij. En als ze er wat van zeggen, zeg dan dat de Heer het veulen nodig heeft en dat hij het straks zal terugsturen. Dus in het kort, antwoord A. Ze moesten alvast palmtakken uitdelen. Antwoord B. Er moest eerst iemand genezen worden. Of antwoord C. Ze moesten op zoek gaan naar een ezel. Het juiste antwoord is antwoord C. Ze moesten op zoek gaan naar een ezel. En dat deden ze dus. De 2 vrienden gingen er naartoe
en vonden inderdaad het veulen. En terwijl ze ermee naar Jezus liepen, begrepen ze ineens wat die wonderlijke woorden betekenden die ze uit de verhalen over God, in onze Bijbel nu, kenden. Want daarin staat: juich, dochter van Sion, kijk, uw koning komt naar u toe. Kalm is hij en vriendelijk. En hij rijdt op een ezel, op een veulen. Het was eeuwen geleden dat de profeet Zacharias dat had opgeschreven. Maar nu begrepen ze het. Die dochter van Sion, dat waren zij. En alle mensen van Jeruzalem. Misschien wel van de hele wereld. Vraag 4. Waarom reed Jezus op een ezel en niet op een paard? A. Er waren toen nog geen paarden in het Midden-Oosten. B. Een ezel was in die tijd net zo gewoon als een auto nu. En omdat het zo gewoon was als vervoermiddel, staat het symbool voor de nederigheid van Jezus. Of antwoord C. Een paard werd vroeger alleen gebruikt op het veld en om zware dingen te dragen. Vandaar het woord werkpaard. Ezels daarentegen werden ook gebruikt als vervoermiddel. Dus weer in het kort. Er waren toen nog geen paarden. B. Een ezel was een vervoermiddel voor de gewone mensen. En Jezus was graag gewoon. Of antwoord C. Paarden waren geen vervoermiddel in die tijd. En ezels wel. Nou, het juiste antwoord is antwoord B. Een ezel was in die tijd een heel gewoon vervoermiddel. Andere vervoermiddelen in die tijd waren wel ook een paard. En ook een ossenkar. Dat was een soort ouderwetse koets, maar dan met ossen ervoor. Dan kon je lekker zitten en liet je de ossen het zware werk doen. En een ander vervoermiddel was simpelweg de benenwagen. Dus dan zou je gewoon moeten lopen. Gaan we verder met het verhaal. Een paar mensen legden hun jas op de rug van het ezeltje, zodat Jezus erop kon zitten alsof hij een koning was. En hij is natuurlijk ook een koning. Hij is de allerhoogste koning die er is. En de anderen legden hun jassen op de weg, zodat het ezeltje niet door het stof hoefde te lopen. Er waren jassen genoeg voor de hele weg naar Jeruzalem. En hoewel het jonge ezeltje nog nooit iemand gedragen had, droeg het Jezus met gemak. Terwijl Jezus zo Jeruzalem binnenreed, kwamen er steeds meer mensen om hem toe te juichen. De hele stad liep uit. Arm en rijk, groot en klein. Ze trokken palmtakken van de bomen en zwaaiden ermee, terwijl ze alsmaar riepen: Hosanna! Brengt ons bij vraag 5. Wat betekent Hosanna nu eigenlijk? Is dat A. Red ons? B. Lang leven de grote koning? Of C. Prijs de Heer? Het juiste antwoord is antwoord A. Red ons. Dit is namelijk de letterlijke betekenis van het Hebreeuwse woord Hosanna. Het is een roep om hulp, een roep om redding. Maar Hosanna wordt ook vaak gebruikt als een zegenkreet, als een, als iets positiefs wat je uitroept. En zoals hier ook in dit verhaal, vaak wordt het in combinatie met gejuich geroepen. En waarom riepen ze Hosanna, red ons? Omdat zij wisten dat Jezus was gekomen om de wereld te verlossen van het kwaad. Vraag 6. Hoe noemden zij Jezus nog meer terwijl zij juichten? A. Zoon van God. B. Verlosser. Of C. Zoon van David. Het juiste antwoord is antwoord C. Zoon van David. David was namelijk een voorouder van Jezus. Jezus is natuurlijk naar de aarde gekomen om als mens te zijn. En als mens was Jezus een familielid van David. En Jezus is dus jaren later na David geboren. En dat maakt David zijn voorouder. Gaan we verder. Er stonden ook hoge priesters tussen die mensenmassa. De hogepriesters zijn de mensen met de hoogste functie in de tempeldienst. En de tempeldienst is makkelijk gezegd eigenlijk het werk in de vroegere kerk. Maar deze hogepriesters juichten niet mee.
Vraag ze even. Waarom juichten de hoge priesters niet mee om Jezus' komst? Is dat A. Ze vonden dat ze zelf veel beter wisten hoe de wereld gered zou moeten worden? B. Het bracht zo'n chaos met zo'n grote mensenmassa en al die jassen op de weg? Of antwoord C. Er zou eigenlijk een zondagse dienst plaatsvinden en die ging nu misschien niet door. Dus in het kort weer antwoord A. Ze vonden dat ze het beter wisten. Antwoord B. Ze waren het niet eens met de chaos die het veroorzaakte. Of antwoord C. De dienst zou niet doorgaan. Het juiste antwoord is antwoord A. Ze vonden dat ze zelf veel beter wisten hoe de wereld gered zou moeten worden. De mensen moesten ordelijk leven en de regels opvolgen die in de wet stonden. En ze waren bang voor moeilijkheden als al die mensen zo op Jezus vertrouwden. Dus hielden ze Jezus aan en zeiden: Meester, zeg tegen uw mensen dat ze dit niet mogen doen. Vraag 8. Wat gebeurde er toen? A. Met één woord kreeg Jezus de hele menigte stil. B. Jezus stapte van zijn ezel af en zegende de hoge priesters. Of C. Jezus zei: Als zij stoppen met juichen, zullen de stenen roepen. Het juiste antwoord is antwoord C. Jezus zei: Als zij stoppen met juichen, zullen de stenen roepen. Zo reed Jezus op zijn ezel richting de tempel. Daar wilde hij de aanwezigheid van God zoeken en tot hem bidden. Maar daar was helemaal geen plek meer voor in de tempel. Vraag 9. Wat voor soort plaats was de tempel nu geworden? A. Een speeltuin. B. Een markt. Of C. Een huis voor de hoge priesters. Het juiste antwoord is antwoord B. Het was een markt geworden. Volgens de regels van de hoge priesters moest je namelijk eerst van alles kopen wat je nodig had voor de dienst in de tempel. Er werd druk gewisseld, verkocht en gehandeld. Het leek dus meer op een markt dan op een tempel. Komen we alweer bij de laatste vraag. Vraag 10. Hoe reageerde Jezus hierop? A. Hij werd ontzettend boos en joeg alle kooplui weg. B. Hij werd erg verdrietig. Of C. Hij vroeg aan de hoge priesters wat dit te betekenen had. Het juiste antwoord is antwoord A. Hij werd ontzettend boos en joeg alle kooplui weg. Nou, we zien hier dat Jezus ook boos kon worden. Jezus is naar de aarde gekomen en werd een mens. Net zoals wij. En daarom begrijpt hij ons zo goed als we verdrietig zijn, teleurgesteld, boos, maar ook blij. Hij weet hoe dat voelt. En Jezus had hier in dit geval ook alle reden om boos te worden. Want de mensen waren vergeten waar het om ging. Om God. Jezus zei: Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle mensen. En op deze manier konden de arme mensen natuurlijk niet in de tempel bidden. Nou, ik denk dat we zo aan het einde van het verhaal het er wel over eens kunnen zijn dat Palmpasen een hele speciale feestdag is. Want wat kunnen wij er een hoop van leren? Ik zal het in het kort nog voor jullie samenvatten. Wat kunnen we er nou van leren? Nou, 1. Jezus begrijpt ons als de beste in hoe wij ons kunnen voelen. 2. Dat we niet moeten vergeten dat God het belangrijkste is. Het gaat om Hem. 3. Iedereen is welkom bij God. Arm of rijk, jong of oud en uit ieder land, noem maar op. Iedereen is welkom bij God. En tot slot nummer 4. Dat we feest mogen vieren, want Jezus komt niet even voorbij, zoals Hij in dit verhaal de stad kan bezoeken. Nee, Jezus wil nu zelfs altijd bij ons zijn. Heel diep in ons hart en heel dicht bij ons. Nou, dat was het verhaal van vandaag. En dan hebben we natuurlijk weer een Bijbeltekst van de week. En die staat in Matteüs 21, vers 9. De menigte die voorop liep en die volgde, riep: Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen.
Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze gelegenheid dat we samen zo naar verhaals mochten luisteren. En dat we mogen weten dat u altijd dicht bij ons wilt blijven. Dat u ons begrijpt, uw Vader. En dat we ondanks de omstandigheden die nu even wat anders zijn, dat we wat meer binnen moeten zitten, uw Vader. Dat er toch altijd reden is om feest te vieren, omdat u er bent. U bent er bij in, door alles waar wij heen gaan, uw Vader. En we mogen feest vieren omdat u van ons houdt. En omdat u heel diep in ons hart wilt wonen, uw Vader. En dat is altijd reden om blij te zijn, om feest te vieren. En ook in deze bijzondere week waarin we naar het paasfeest toe leven, Heer, dan willen we toch onze dankbaarheid ook aan u uiten, uw Vader. Dat u naar de aarde wilde komen om ons te redden. En dat we daar deze week al des te meer bij stil mogen staan. Dat bidden we in uw naam, in Jezus' naam. Amen. Gaan we over naar het knutselwerkje. En ik heb vandaag eigenlijk twee knutselwerkjes voorbereid. De ene is een wat moeilijkere versie waar wat meer werk in gaat zitten. En de andere is wat makkelijker, dus jullie mogen zelf kiezen. Ze zijn allebei hartstikke leuk. Maar ik wil natuurlijk eerst even juf Tamara erbij vragen om mij te assisteren. We beginnen met het wat moeilijkere knutselwerkje. En wat we dan eerst doen, stap 1. Altijd eerst alles even inkleuren. Daarna knip je alles uit. En wat je dan overhoudt, dat is de grond. De voorkant van Jezus op een ezel. De achterkant van Jezus. Een bordje met Hosanna voor de koning. 3 palmtakken. En 3 jasjes. Nou, als je dat dan allemaal hebt ingekleurd en uitgeknipt, kunnen we beginnen met het plakken. Ik geef de grond alvast aan juf Tamara. En wat je gaat doen met Jezus, dat is, je ziet hieronder van die lijnvlakken. Die vouw je naar binnen. En dat doe je dus ook met de achterkant van Jezus. Van deze. En dan doe je dus zo lijn op de onderkant van de vlakken. Dus dat is. Als je hem zo hebt, doe je dat aan deze zijde. En op de grond zie je dan ook de plek waar de lijnvlakken moeten komen. Nog meer aan elkaar nemen? Ja, zeker. Als de ezel dan aan de onderkant vastgeplakt zit, dan doen we ook alvast, dat is inderdaad goed om nu te doen, wat lijm op ter hoogte van het hoofd van Jezus. Zodat je het hoofd aan elkaar kan plakken. Op die manier hou je nog wel ruimte in het midden, zeg maar, zodat er toch nog een beetje diepte is. Tadaa! Kijk. Nou, hartstikke mooi. Kijk eens. Wauw. Nou, wat je dan nog over hebt, dat is dus het bordje met Hosanna voor de koning. Daar zie je ook weer een lijnvlak. Nou, die vouw je dan ook weer naar binnen. En dan doe je ook weer op de onderkant wat lijm. En dat bordje plak je voor Jezus aan de voorkant. Kijk, net als in het verhaal. Hosanna. En ik heb net geleerd dat betekent red ons.
Goed opgelet, juf Tamara. Kijk eens. Nou, dan hou je nog over de palmtakken. En die mag je gewoon lekker oppakken waar jij wil. En niet te vergeten, de jasjes. Want, zoals we in het verhaal hebben gehoord, lag de hele straat vol met jassen. En de palmtakken waren ook overal te vinden, dus die mogen in dit knutselwerkje ook lekker zichtbaar zijn. Dat is hem dan. Hartstikke mooi. Nou, ben jij niet zo van het knippen en het kleuren? Is het iets te veel werk voor jou? Dan heb ik ook met jou rekening gehouden. Dan heb ik een wat makkelijker knutselwerkje voor je. Het is wel weer een beetje kleuren, maar een stuk minder. Dan heb je deze basisplaat. Het enige wat je dan moet uitknippen, dat zijn de palmtakken. Daar heb je er twee van. Die kleur je dan natuurlijk ook wel even in. Maar het enige wat je dan moet doen is deze eerst naar binnen vouwen weer. Daar een lijn op doen. Dat gaan we eerst doen. En juffrouw Vanity, waar kunnen we deze werkbladen vinden? Op de website www.gelovenisleuk.nl. En voor het gemak zullen we de linkjes van deze werkjes ook weer bij de Facebook-post plaatsen. Maar op gelovenisleuk.nl vind je een heleboel leuke werkjes. Het is gewoon gratis. Kan je daar gewoon leuke selfie-werkjes downloaden? Klopt, het is inderdaad allemaal gratis wat je daar kan vinden. En er staat echt een heleboel op voor allerlei Bijbelverhalen en ook allerlei andere thema's. Maken wij voor ons gewone zonneschoolwerk heel veel en heel dankbaar gebruik van. Leuk! Zelf niet uitgevoerd. Precies. Het effect dat je op deze manier krijgt is dat je straks de palmbladen, palmtakken, mooi voor Jezus zet. Geplakt, maar je kan ze ook weer openvouwen. Dus het is een soort deurtje. En dat is weer de leuke aan dit knutselwerk. Dat is hem. Nou. Je kan zo dus leuk het knutselwerkje uitzoeken wat bij jou past. Maar als je heel veel van knutselen houdt, kun je ze ook allebei maken. En ik ben vooral weer heel benieuwd naar het eindresultaat. Dus als jij een mooi werkje hebt gemaakt, laat het papa of mama dan ook vooral naar mij doorsturen. En dan heb ik nog één dingetje tot het laatste bewaard. En dat is weer een spelidee. Helemaal aan het begin gaf ik al een heel leuk en lang woord cadeau voor galgje bijvoorbeeld. Dus het spelidee voor deze week is galgje met alleen maar woorden die passen bij palmfase. Heel veel speelplezier
En ik hoop jullie natuurlijk volgende week weer terug te zien.